feels like a stare down. Appreciate that. What did you say? No, I said, just apologize because that's really how I genuinely feel. Rico, we zijn hier voor je volgende partij, maar hij is uitgesteld. Kun je vertellen wat er is gebeurd? Ja, dus gisteren tijdens trainen loop ik een knieblessure op. Die was toch wel zo degelijk vervelend en heftig, waardoor we echt de wedstrijd hebben uit moeten stellen en ik volgende week geopereerd moet worden. Hoe vervelend is dat? Ja, dat is moeilijk uit te leggen, moeilijk in woorden uit te leggen. Het is gewoon heel frustrerend vooral en jammer, maar ja, uiteindelijk is het niks aan te doen. Kun je eens uitleggen wat er nou ongeveer precies is gebeurd? Nou, dat is het frustrerende. Er gebeurde niet echt iets. Ik was gewoon lekker aan het opwarmen en ik stap opzij en mijn voet staat op de grond en mijn knie schuift eigenlijk naar buiten. Ik zag het niet eens, snap je? En ja, ineens had ik heel veel last. Had je meteen door van de partij gaat echt zeker niet door? Of dacht je van nou, misschien kan het... Ja, ik ben altijd iemand gewoon van huis uit meegekregen, niet aanstellen, doorgaan. Dus ik wil eigenlijk door. Dit is echt pijn, weet je wel. Dus tegen Dan van Dan, ik heb echt last, weet je wel. Ik denk dat we beter even kunnen gaan checken. Nou, dat is gelijk. Dat is je lichaam. Dit is mijn tool, mijn werktuig waar ik alles mee moet doen. Dan krijg je dit. Snap je? Dan kan ik wel in principe wel bijna in tranen uitbarsten, ja. De doctoren hebben tegen je gezegd dat het helemaal goed moet komen. Je hebt ook wat voetballers gebeld die hetzelfde hebben meegemaakt. Wie heb je allemaal gebeld en wat hebben zij gezegd? Nou, wie ik gebeld heb, ik denk niet dat het heel veel meerwaarde heeft. Maar ja, weet je, onder andere Memphis heb ik gebeld. Die me gewoon wel gerustgesteld heeft. En zegt, dit en dat. En als je het zo doorloopt dan moet het goed komen. Er zou geen ster aan komen. Uiteindelijk gingen jullie toch dicht bij elkaar staan. Maar hebben jullie volgens mij even gepraat. Hè? Wat gebeurde daar precies? Ja, dus toen bood ik gewoon eigenlijk mijn excuses aan van ik vind het oprecht echt heel jammer. Ik was enthousiast, ik was gedreven en ik had echt zin in deze wedstrijd. Alleen blijkbaar redenen van boven heeft het niet zo mogen zijn op dit moment. Dus ja, dat moeten we dan accepteren. I do feel like I have to genuinely apologize. Like, yeah, I'm sorry, I know he was excited to do it. I was excited to do it. It didn't happen now. I said, but we're 100% gonna do it and he deserves it. So yeah. Let's do it. We're going to make it happen. Beautiful words. You have to stretch your preparation now because of the injury. Will that cause any problems for you? No, I can just chill more time. That's basically it. But like my job is training. So training twice a day, it's what I've been doing for the last 10, 15 years now. Even if I don't fight, I will do the same stuff because what else I'm gonna do? Like if I'm not training, not doing nothing, what will I do? Maybe now I tape a little bit more videos for YouTube or something like that, but beside that, like what should I do if not fighting?